Wilfred Gené lijkt zich steeds minder te kunnen vinden in de kritiek van Angela de Jong op zijn collega Johan Derksen. De hare opmerking wordt door Gené omschreven als een teken van ouderdom, waarbij Derksen lijkt te veranderen in die typische oom die iets te diep in het glaasje heeft gekeken. De voorspelbare standpunten van Derksen, met name over grensoverschrijdend gedrag, lijken volgens de Jong het karakter van vandaag in saai te schaden. Ze beschrijft Derksen als een oude bok die weigert zijn hoofd uit zijn harengereed te trekken. In het programma wordt Johan Derksen bekritiseerd voor zijn standaard over grensoverschrijdend gedrag, wat bij de kijkers plaatsvervangende schaamte zou oproepen. Angela de Jong gaat zelfs zover om Derksen als een conservatieve figuur neer te zetten die weigert met zijn tijd mee te gaan. De voetbalkenner zelf lijkt de kritiek af te doen als keukentafelpoëzie, demagogisch en burgerlijk, vooral gericht op huisvrouwen. Wilfred Gené lijkt echter enig begrip te tonen voor de kritiek van Angela de Jong en geeft aan dat hij haar standpunt deels kan volgen. Hij wijst Derksen erop dat de wereld is veranderd en dat bepaalde opvattingen niet meer passen in het huidige tijdperk. Zelfs tafelgast Rutger Kastricum geeft aan dat het gedrag in de WNL top wel laakbaar is, wat Derksen lijkt af te doen als kwetsbare egootjes van de dames. Ook René van der Gijp voegt zich in het gesprek en noemt omroepbaas Bert Huisjes een vervelende man in de omgang met mensen, vooral met vrouwen. Dit lijkt Wilfred Gené enigszins te ondersteunen, waardoor de discussie over gedrag en normen binnen de omroep verder escaleert. Derksen lijkt echter de kritiek op huisjes overdreven te vinden en plaatst vraagtekens bij de beschuldigingen van seksisme. Wilfred Gené lijkt zich steeds meer te distancieren van de ouderwetse opvattingen van Derksen en benadrukt dat het niet gaat om woke zijn. Maar simpelweg om normaal gedrag in de moderne tijd. Hij vergelijkt Derksen zelfs met die oude oom op een feestje die iets te diep in het glaasje heeft gekeken, wat volgens hem het risico is dat Derksen nu loopt. Derksen zelf lijkt zich weinig aan te trekken van de kritiek en blijft standvastig zijn eigen mening verkondigen, ongeacht de veranderende maatschappelijke normen.